Welkom bij een nieuwe aflevering van Willems Keuze, de videoboodschap op de site van Dagblad BN De Stem. Wij gaan het vandaag hebben over een 80-jarige meneer. Thanks so much, friend, zei dit is Leonard Cohen. En Leonard Cohen die werd afgelopen september 80 jaar. Hij toerde in 2013 nog een keer de wereld rond. Hij trad dus ook op in Dublin. Ik zag hem trouwens in Amsterdam op de dag voordat hij 79 werd. En daar hebben ze een driedubbel cd van gemaakt van dat optreden in Dublin, van die tour. Met een dvd met het hele concert. Maar we gaan eerst een stukje luisteren naar het openingstrekje Dance With Me To The End Of Love. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Dance Me To The End Of Love, een van de prachtige nummers die Leonard Cohen schreef. Er staan er op dit album maar liefst 30, er zijn er 29 van hemzelf. En er staat één cover op het einde van de plaat, want de eerste cd is het concert voor de pauze, de tweede cd is het concert na de pauze. En de derde cd is maar liefst een toegift van 8 tracks. En dan als allerlaatste nummer zingt hij Save The Last Dance For Me. En dat is een nummer van Doc Pomus en Mort Schumann. Dat is het enige nummer wat niet van hemzelf is. Verder staan heel veel klassiekers natuurlijk op zijn plaat. Want hij maakte natuurlijk nogal wat prachtige nummers. De oudste nummers zijn Suzanne bijvoorbeeld en Bird on a Wire. En Solo Marianne. Die nummers zijn uit de jaren 60 uit 68. Maar ook Hallelujah bijvoorbeeld kun je beluisteren. En ook een aantal nummers van recenter werk, want het loopt eigenlijk zijn hele carrière door tot nummers van 2012. Het is een beetje een triest verhaal dat Leonard Cohen in zijn nadagen, op zijn oude leeftijd, nog op moest gaan treden. Maar dat deed hij eigenlijk voor het geld. Omdat hij net na de jaren 2000, na de eeuwwisseling, was hij helemaal blut. Want hij is financieel helemaal uitgekleed door een ex-vriendin. Ja, dat kan hem allemaal overkomen. Hij bracht alles in 2008, deze live cd uit, Live in Londen, daar was ook een dvd van te krijgen. Maar nu is er dus die prachtige plaat van zijn laatste tour. En misschien, we hopen het, gaat hij nog een keer optreden. Dat er heel veel mensen fan zijn van Leonard Cohen, dat bewijst bijvoorbeeld dit cd'tje. Dat stamt al uit 91, maar toen maakte een aantal gerenommeerde artiesten een cover van Leonard Cohen. Die plaat heet I'm Your Fan. Dat is een soort grapje, want I'm Your Man is een nummer van Leonard Cohen. Daar staan nummers op van de Pixies, van Dead Petrol in Motion, van R.E.M. En van Nick Cave en The Bad Seeds. En in de jaren veel later dus, ik dacht even, 2008, was er een film die heette I'm Your Man. En daarop zongen Martha Wainwright, Nick Cave weer, Kate en Emma Garrigle, Beth Orton, Rufus Wainwright, Nick Cave nog een keer. En Leonard Cohen zelf met U2, ook nog nummers dus allemaal van Leonard Cohen. Die plaat heet I'm Your Man, dat is de soundtrack. Tot slot van Willems Keuze van deze aflevering gaan wij nog een nummer draaien van de nieuwe driedubbel live cd van Leonard Cohen. En dat is het nummer First We Take Manhattan. En als je naar het intro luistert, dan hoor je hoe populair de man nog steeds is. Het begint behoorlijk stampend, want zijn band, die kwam, ja, dat zijn leden die hij overal tijdens zijn wereldtournee opgedoken heeft. De Webb Sisters zingen mee, maar hij heeft ook een geweldige gitarist uit Spanje. En in elk land heeft hij zo een muzikant opgepakt. En dit is dus First We Take Manhattan, maar dan in een zeer swingende versie. Tot slot van Willems Keuze, Leonard Cohen, live in Dublin. Volgende week weer andere muziek. Thank you.
They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.